Top dat je weer kijkt naar TopNL en in de video van vandaag ga ik de top 10 jongste YouTubers ooit bespreken. Het is best wel ziek hoeveel geld je tegenwoordig kan verdienen met YouTube. Per 1000 views krijg je ongeveer een euro en dat ligt er dan maar net aan bij welk netwerk je bent aangesloten en hoe groot je ook daadwerkelijk bent, hoeveel views je krijgt enzovoort. In ieder geval laten we gelijk beginnen met de nummer 10. Op de nummer 10 staat Maddie B-Raps en Maddie B-Raps is een 13-jarige jongen uit Atlanta. Hij is begonnen met rappen toen hij ongeveer 7 jaar oud was en werd heel snel al een internetfenomeen en is heel populair onder de jonge meisjes vooral. Hij heeft meer dan 3 miljard videoviews in totaal en ook meer dan 6 miljoen subscribers op YouTube. Dus ja, ga dat maar na hoeveel hij dan zou verdienen. Echt ziek veel. And this is crazy. Op de nummer 9 staat Lieutenant Corbis. Dit meisje is pas 11 jaar oud, maar de manier waarop ze praat en hoe ze het doet, ja, het is net alsof het gewoon een volwassen vrouw is, terwijl er gewoon een klein meisje daar zit. In ieder geval, zij werd heel erg beroemd omdat zij gefeatured werd in een van de video's van Drama Alert. Drama Alert is heel erg groot en daardoor heeft zij meer dan 300.000 subscribers weten te vangen. En ja, nu is ze officieel een YouTuber op 11-jarige leeftijd, wat dus best wel heel knap is. Natural dish liquid will do the trick. I mean, whatever inches me closer to my demise will do the trick. Let's get one of those shots. Nice. It's pretty thick. But I mean, whatever makes the children laugh, you know what I'm saying? Smells like ass. Op de nummer 8 van vandaag staan Jillian en Eddie. En dit zijn twee kleine meisjes die snoep reviewen, die proeven dan snoep en dan zeggen ze daar wat leuks over. Ik snap zelf echt het hele gebeuren van deze channel niet. Ik snap niet waarom dit een ding is, want ja, het is niet zo moeilijk om een camera op je kop te zetten en een snoepje te gaan proeven. Maar ja, je moet het maar hebben uitgevonden, hè. They're good. No, it's not that sour. They're kind of sour. They're not that sour. They make an excellent summer treat. And their flavor can't be beat. The sour factor for me would be super sour, because it's not that sour, but it's sour. And the flavor would be ice-licious. Op de nummer 7 staat EvanTube HD. Jullie kennen hem vast wel, hij is pas 6 jaar oud en heeft echt super veel YouTube video weergave. Maar dit komt voornamelijk door zijn ouders, want zijn ouders die doen alles voor hem. En ik denk ook dat zijn ouders een hele grote opportunity zagen om geld te verdienen via hun kinderen. En eigenlijk is het best wel slim om van je kind een merk te maken. Maar aan de andere kant vind ik het ook een beetje zielig dat je je eigen kind moet gaan promoten. En dat je daar geld mee moet gaan verdienen. In ieder geval de volgende video die ik jullie ga laten zien. Daar eet Evan een hele grote worm, een gummy worm. Ja, deze video die heeft meer dan 90 miljoen views. Echt niet normaal. Ik snap niet hoe je 90 miljoen views op een video kan krijgen waar je een mega grote worm op eet. In ieder geval, laten we gaan kijken. Op de nummer 6 vandaag staat Ethan Gamer TV. En Ethan is een hele jonge gamer. En hij maakt vooral video's over het spelletje Roblox. Als je dat nog niet kent, Roblox, ja, dat is een kinderspel. Ik heb het zelf nooit gespeeld. In ieder geval, hij heeft meer dan 1 miljoen subscribers weten te vinden in 3 jaar tijd. En dat is best wel heel groot. Maar als er één ding is waar ik echt haat aan heb, nou, haat kan ik niet zeggen, maar zulke video's zou ik zelf persoonlijk nooit naar kijken. Want je zit eigenlijk alleen maar voor een camera en hij is een spelletje aan het spelen. Maar blijkbaar is dat spel zo populair onder de kinderen dat hij meer dan 1 miljoen subscribers heeft. Dus ja, die jongen die is best wel swimming in cash, laat ik het zo zeggen. It's awesome. Ooh, utilities. What? You can get a jetpack. Oh, you can get a jetpack. Missile. Op de nummer 5 staat Jillian Tube HD. En als haar gezicht je bekend voorkomt, dan zou dat kunnen kloppen. Omdat dit het zusje van Evan Tube HD is, waar we het net over hadden. En eigenlijk maakt zij dezelfde content als zijn broer. Ze heeft ongeveer 350.000 subscribers, wat natuurlijk niks is vergeleken met haar broertje. En ze maakt vrijwel dezelfde content. Tenminste, nou ja, haar ouders maken dezelfde content. Who stole the peep? Jillian was a little hungry before we started this project. I sneaked the peep. Hey!
This is open too. Sorry. Op de nummer 4 staat Jordan Behan. En Jordan die is een 8 jaar oude jongen die liedjes maakt op YouTube. Hij covert heel veel. En ik moet zeggen dat het niet super slecht is. Maar ik denk ook niet dat je ermee door moet gaan. Want ik denk dat als je klein bent, dat je dan ook al wel een goede stem moet hebben. Misschien dat hij nog wel doorgroeit en dat het wel allemaal gaat werken voor hem. Maar hij heeft al wel 25.000 subscribers, dus het werkt wel op een of andere manier. Op de nummer 3 staat Servadora en ik heb echt geen idee hoe oud deze YouTuber is. Nou ja, ik kan het niet echt een YouTuber noemen, want hij maakte voor de grap maakte die een paar video's op zijn kanaal waar hij om 1 like vroeg. En die like die heeft hij uiteindelijk gekregen. En na een jaar bleek zijn video viral te gaan op Reddit, waardoor hij meer dan 140.000 subscribers heeft opgelopen. En ja, dus dat is best wel ziek, alleen uploadt hij sindsdien upload hij niet meer, dus dat is best wel zonde voor zo'n kanaal, want je kan daar nu best wel veel mee doen tegenwoordig. In ieder geval, laten we gaan kijken naar de video. I didn't see you there. Oh wait, I did! We did it. We hit the 1 like. And I know that you guys are gonna be like, dude, it's just 1 like, but it's still awesome that I know that you guys are there. Like, even though you're not there, you're there. I just still think this is pretty awesome. So I'm going to ask something big. Can we hit the 3 to 5 likes? Moet je nagaan dat deze jongen 3 tot 5 likes vroeg en uiteindelijk heeft hij er een paar 100.000 gekregen. Anyways, op de nummer 2 staat Yevenen. Ik weet niet of ik dit goed uitspreek, want het is Chinees of zo. En dit meisje heeft 121.000 subscribers. En dit is natuurlijk ook weer zo'n channel die door ouders beheerd wordt. En ja, die ouders die verdienen daar geld door. En waarschijnlijk krijgt zij daar ook wel een deel van later. Dus ja, dat is allemaal mooi voor haar. En ze is pas 5 jaar oud. 5. Dus moet je nagaan hoeveel subscribers ze zal hebben als ze straks 15 is of zo. Ik bedoel, miljoenen denk ik. Ik heb echt geen idee wat ze zeiden, maar goed. Op de nummer 1 staat Action Movie Kid. En dit jochie die heeft ongeveer rond de 500.000 subscribers. En ook weer zo'n channel die door de ouders wordt gedaan. Maar deze channel vind ik wel echt heel erg vet. Want die vader die leert het kind allemaal dingen qua video editen en zo. En het ziet er allemaal super leuk uit. En voor dit kind is dit natuurlijk ook gewoon een avontuur allemaal. Dus het is allemaal hartstikke leuk. Laten we gelijk naar de nummer 1 gaan kijken. Dit jochie is pas 4 jaar oud trouwens en voordat ik deze video afsluit wil ik eerst nog even zeggen dat ik niet de allerjongste YouTubers erin heb gezet, maar voornamelijk hele jonge YouTubers die heel groot zijn, zodat het ook wat interessanter is voor jullie voornamelijk. En ja, dat was het wel weer voor deze video. Vond je deze video leuk? Vergeet dan niet weer op dat blauwe duimpje te drukken en vergeet ook niet even te subscriben. En dan zie ik jullie morgen weer bij een gloednieuwe top 5 of top 10 video. Later!